Je bent hier bij Mama de Bakkerij. Mama de Bakkerij is een bedrijf dat ik 3,5 jaar geleden in de keuken van mijn huis in Zwanenburg heb opgezet. Wij bakken biologisch brood van steengemalen meel zonder enige toevoeging. Het bedrijf ben ik alleen begonnen en is in 3,5 jaar tijd uitgegroeid tot 16 mensen. Twee daarvan zijn autistisch. En daar is heel bewust voor gekozen in het bedrijf, omdat ik vind dat een bedrijf, zeker een middelgroot bedrijf van 16 mensen, een afspiegeling moet zijn van de maatschappij waarin je leeft. Dus je moet met alles werken. Langzame mensen, snelle mensen en mensen met een beperking, dat doen wij. En dat heeft tot een hele eigen sfeer geleid. Je houdt rekening met elkaar, je werkt met elkaar en je moet echt bewuster met elkaar bezig zijn. En dat door hun beperking eisen zij dat van ons en waardoor zij heel veel toevoegen aan het bedrijf. Het heeft voor ons een heel erg hecht team opgeleverd. Er is een cultuur ontstaan waar je rekening met elkaar houdt. En die cultuur is een verrijking van je bedrijf. En ik zou elke ondernemer eigenlijk willen oproepen om te kijken hoe je de huidige bedrijfsculturen zou kunnen veranderen. Op deze manier zijn mogelijkheden voor, subsidies zijn ervoor. En het verrijkt niet alleen je bedrijf, maar ook jezelf. Het voorbeeld dat we net hebben gezien van Karel Goudsblom, bakkerij Mama in Zwaanburg, is een heel mooi voorbeeld van hoe je mensen naar vermogen kunt laten werken op de arbeidsmarkt. Karel Goudsblom doet dat, maar gelukkig zijn er ook heel veel andere ondernemers in Haarlemmermeer die ook een manier hebben gevonden om mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen te laten werken. Daar word ik vrolijk van als wethouder, want dat is nou precies wat we willen in Haarlemmermeer. Werken naar vermogen.